Forse kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de manier waarop er vorig jaar met de burgers is gecommuniceerd over de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Dat blijkt uit het rapport van die onderzoeksraad dat over enkele weken wordt gepubliceerd, maar dat nu al is uitgelekt. De overheden waren ten tijde van de brand te veel met zichzelf bezig en te weinig met de zorgen en vragen die leefden onder de burgers. Een ad hoc aanpak was het van de overheden als het gaat om de crisiscommunicatie. En dat zorgde ervoor dat bij burgers het idee ontstond dat de overheid geen duidelijk verhaal had. Dat staat in het uitgelekte rapport van de Onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarop de NOS de hand wist te leggen. Mededelingen aan de burgers waren ten tijde van de brand tegenstrijdig. Welke stoffen zijn er vrijgekomen? Dat weet niemand. Het gaat om gevaarlijke, bijtende stoffen, brandbare stoffen, chemicaliën. Nou, het is niet voor niks natuurlijk dat die rook niet gezond is. Er zijn voor zover wij weten stikstofoxiden vrijgekomen en meer weten we niet op dit moment. Andere stoffen zijn niet gemeten. Of ze vrij zijn gekomen weet ik niet. Maar er is meer kritiek. De gemeente Moerdijk schaalde te laat op naar de hoogste alarmfase. De website CrisisNL en een publiekstelefoonnummer werkten niet. Meetgegevens werden achtergehouden. Niet alleen de overheidscommunicatie krijgt er in het rapport van langs, ook Chemiepak zelf moet het ontgelden. Het bedrijf hield zich niet aan de vergunningen en zelfs niet aan de eigen procedures. En de gemeente Moerdijk heeft nooit een onverwachte controle uitgevoerd naar de veiligheid bij Chemiepak. Ja, we praten er nog even over door met Jan Walen, onze verslaggever op de redactie van Omroep Brabant. Ja, Jan, dit is het zoveelste rapport. Wat is nou het belang van deze? Het belang is dat het een heel onafhankelijk rapport is van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat is die club die onlangs nog werd geleid door Pieter van Vollenhoven en die altijd na een ramp kijkt van hoe had het anders gemoeten. Met stevige conclusies, dat onderzoeksrapport. Hoe kon het nou zo fout gaan volgens die onderzoeksraad? Nou, omdat de overheden meer met zichzelf bezig waren. Ze waren aan het denken, wat moeten we kwijt over die ramp en wat niet? En ze waren niet bezig met de vraag, waar zitten burgers mee? Waar maken die zich ongerust over? En bovendien waren er heel veel overheidsorganen bij betrokken. Het speelde zich in Zuid-Holland af en in Brabant. De Voedsel- en Warenautoriteit, het RIVM, iedereen was erbij betrokken. En de overheden wisten niet zo heel goed van elkaar wie nou precies wat deed. En dat maakte dat ook de communicatie ondoorzichtig werd. En wat gaat er gebeuren met het rapport? Want het komt pas over een paar weken uit als het goed is. Nou ja, dat rapport dat zal als leidraad dienen bij vragen hoe moet het in de toekomst anders. Er zal ongetwijfeld aanbeveling in staan dat het anders moet bij de afspraken tussen al die overheden. Zodat er dat soort onduidelijkheden niet meer kunnen ontstaan. Maar ja, het is ook nog helemaal niet zeker of dat het rapport binnenkort naar buiten komt. Want Chemiepak heeft de rechter ingeschakeld en die wil dat het rapport nog niet wordt gepubliceerd. Die willen dat het nog achter wordt gehouden. Nou, de rechter doet daar deze week uitspraak over. Maar ja, eigenlijk is je al een beetje te laat, want het ligt nu al op straat. Dankjewel, Jan Walen, voor dit moment.